In deze kennisclip gaan we verder met de anatomie van de wervelkolom. De eerste twee kennisclips over de wervelkolom behandelden met name de benige opbouw, de vorm, de verbindingen en de bewegingsmogelijkheden. Deze clip gaat vooral in op de kenmerken van de specifieke regio's binnen de wervelkolom. Aan de wervelkolom kunnen een cervicaal deel, een thoracaal deel, een lumbaal deel, een sacraal deel en een coccigeaal deel worden onderscheiden. Elk gedeelte heeft zijn eigen anatomische kenmerken, hetgeen gevolgen heeft voor de bewegingsrichtingen en de bewegingsuitslagen. Het opvallendste verschil tussen de genoemde regio's is dat het sacrale en coccigeale deel van de wervelkolom uit wervels bestaan die met elkaar vergroeid zijn. Dit in tegenstelling tot de andere regio's. Zij bestaan uit losse wervels. Hierdoor is sacraal en coccigeaal geen beweging mogelijk tussen de wervels. Een ander duidelijk verschil is de aanwezigheid van de thorax, de borstkas en de verbindingen die deze heeft met de thoracale wervels. Dit zorgt ervoor dat er op deze wervels extra gewrichtsvlakjes aanwezig zijn die gewrichtjes met de ribben vormen. De thorax maakt de thoracale wervelkolom minder bewegelijk. Wat verder opvalt is dat de stand van de processus articularis en van de hierop aanwezige gewrichtsvlakjes per individu kan verschillen en ook dat er links-rechts verschillen aanwezig kunnen zijn. In het vervolg zullen de belangrijkste kenmerken van elke regio besproken worden. Van caudaal naar craniaal komen de verschillende delen van de wervelkolom langs. Als eerste kijken we naar het os sacrum, het heiligbeen, en het os coccygis, het staartbeen. Zoals reeds gezegd bestaan beide uit met elkaar vergroeide wervels. Het sacrum bestaat uit 5 met elkaar vergroeide vertebrae sacrales en de hiertussen gelegen disci intervertebrales. Het os coccygis wordt gevormd door 3 tot en met 6 met elkaar vergroeide vertebrae coccygiales. Beide delen van de wervelkolom zijn wigvormig. Het resultaat is een stevig, benig, caudaal deel van de wervelkolom dat niet kan bewegen en deel uitmaakt van de bekkengordel. Aan de beide laterale zijden van het sacrum bevinden zich ter hoogte van S1 tot en met S3 de facies auricularis, de oorschelpvormige gewrichtsvlakken. Deze gewrichtsvlakken articuleren met de beide ossa ilii van het bekken en zorgen er al dus voor dat er een benige ring, de bekkengordel, ontstaat waarop het bewegelijke deel van de wervelkolom rust. Zowel in de ventrale als in de dorsale zijde van het sacrum bevinden zich links en rechts 4 openingen waardoor delen van de eerste 4 sacrale spinale zenuwen naar buiten treden. Deze openingen worden foramina sacralia anteriora en foramina sacralia posteriora genoemd. Op de dorsale zijde van het sacrum en het os coccygis vind je verticaal verlopende richels die zijn ontstaan doordat delen van de wervels met elkaar vergroeid zijn. De processus spinosi vergroeien tot de crista sacralis mediana. De processus transversus vergroeien tot de cristae sacralis lateralis. En de processus articularis vormen met elkaar de cristae sacralis medialis. Ook tref je dorsaal de hiatus sacralis aan. Dit is de opening aan de onderzijde van de canalis vertebralis, waardoor nervus sacralis 5 en nervus coccygialis 1 uittreden. Craniaal van het sacrum bevinden zich de 5 lumbale wervels, L1 tot en met L5. De processus transversus worden bij deze wervels processus costalis genoemd, omdat zij ribrudimenten zijn. De processus articularis van lendenwervels staan rechtop. De gewrichtsvlakjes op deze processus articularis zijn gekromd. De gewrichtsfacetten op de processus articularis superioris zijn concaaf en naar medio dorsaal gericht. De facetten op de processus articularis inferioris zijn convex en wijzen naar lateroventraal. Bij de bovenste facetgewrichtjes staat de gewrichtspleet meer naar het sagittale vlak gericht. Bij de onderste gewrichtjes meer naar het frontale vlak. Hierdoor haakt L5 achter de processus articularis superioris van wervel S1, waardoor afschuiven naar ventraal van L5 wordt verhinderd. Door een aantal factoren is de rotatiemogelijkheid lumbaal zeer klein. De gekromde gewrichtsfacetten, het kapsel van de facetgewrichten
en bij de bovenste lendenwervels de achterovergekandelde stand van de wervels veroorzaken een geringe rotatiemogelijkheid. In de hele lumbale wervelkolom zijn de ante- en retroflexieuitslagen ongeveer even groot, ondanks de veranderende stand van de facetgewrichten. Je kunt op lumbaal niveau goed voorover en achterover buigen. Lateroflexie is minder goed mogelijk. Craniaal van de lendenwervelkolom bevindt zich de thoracale wervelkolom. Opvallend zijn de verbindingen met de thorax en het dakpansgewijze verloop van de processus spinosi van de thoracale wervels. Deze zaken zorgen ervoor dat je op thoracaal niveau minder goed kunt bewegen. Borstwervels benaderen het meest de grondvorm van een wervel. Om articulatie met de ribben mogelijk te maken, zijn hieraan gewrichtsvlakjes voor de verschillende costé toegevoegd. Verder valt op dat T11 en T12 meer het karakter hebben van een lendenwervel. Van craniaal naar caudaal wijzigt de stand van de processus articularis van de thoracale wervels enigszins. Ze komen steeds meer rechtop te staan. Dit faciliteert de rotatie- en lateroflexiebeweging van de thoracale wervelkolom. De aanwezigheid van de thorax zorgt er echter voor dat de lateroflexieuitslag van de thoracale wervelkolom beperkt is. De voorovergekantelde stand van de bovenste borstwervels heeft tot gevolg dat daar de rotatiemogelijkheid het grootst is. Verder zijn de thoracale facies auricularis vlak in tegenstelling tot de gewrichtsfacetten van de lumbale wervels. De facies articularis superioris wijzen naar dorsaal en iets naar lateraal. De facies articularis inferioris naar ventraal en iets naar mediaal. Wanneer je kijkt naar het bewegen in het sagittale vlak, valt op dat de retroflexieuitslag klein is. De anteflexieuitslag van de bovenste thoracale wervels is klein, maar neemt naar caudaal toe. Het meest craniale deel van de wervelkolom is de cervicale wervelkolom, bestaande uit 7 halswervels. C1 en C2 zijn bijzondere wervels op de overgang van de nek naar de schedel. In een volgende kennisclip zal hier meer aandacht aan worden besteed. C7 wordt de vertebra prominens genoemd, omdat de processus spinosus van deze wervel heel ver naar dorsaal uitsteekt. De rest van de bouw van deze wervel lijkt sterk op de bouw van C3 tot en met C6. Opvallend aan C3 tot en met C7 is dat deze wervels met hun wervellichamen als 2 handen in elkaar grijpen. Hun corpora vertebrae hebben aan de bovenzijde opstaande zijranden, processus uncinati genaamd, waardoor de bovenkant in dwarse richting concaaf is. De onderzijde van de wervellichamen is daarentegen van ventraal naar dorsaal concaaf. Plaats je de wervels op elkaar, dan vallen de wervellichamen door de aanwezigheid van de krommingen in elkaar met de disi intervertebralis ertussen geklemd. Ook de processus transversus zijn bijzonder. Ze bestaan in de meeste gevallen uit een tuberculum anterius en een tuberculum posterius. Het tuberculum anterius is een restant van de aanleg van een rib. Het tuberculum posterius is de eigenlijke processus transversus. Tussen de beide tubercula bevindt zich een opening, het foramen transversarium. Hierdoorheen loopt de arteria vertebralis in de richting van de schedel. De gewrichtsfacetten op de processus articularis van de cervicale wervels zijn vlak. De facetten maken een hoek van 45 tot 60 graden met een transversale vlak. De bovenste facetten wijzen naar dorsaal, de onderste naar ventraal. De cervicale wervelkolom is het meest bewegelijke deel van de wervelkolom. Alle bewegingen zijn goed mogelijk en bereiken de grootste uitslagen. Dit laatste komt mede door de aanwezigheid van dikkere disi intervertebrales op cervicaal niveau. Ten slotte nog een bijzonderheid gekoppeld aan de lateroflexie van de wervelkolom. In het grootste deel van de wervelkolom gaat de lateroflexiebeweging gepaard met een homolaterale rotatie. Dit wordt veroorzaakt door de stand van de wervels. Ze staan vrijwel nooit precies in een transversaal vlak. Ook staan de processus articularis van wervels in de meeste gevallen voor of achterover gekanteld, waardoor een rotatie nodig is om het contact te bewaren.